Mijn naam is Bertel Lammers, lijsttrekker van ons Noordoostpolder. Vanaf 1978 woon ik in deze prachtige Noordoostpolder. We zijn omgeven door water en oude Hanzesteden, waarin hoogwaardige landbouw bedreven wordt en waar het fantastisch wonen en werken is. Maar er dreigt een gevaar. Het bevolkingsprognoseonderzoek uit 2016 van onze gemeente wijst uit dat er over 12 jaar 3500 inwoners minder zijn. En ons wil deze krimp bestrijden. Niet door eerdere megalomane centrumplannen of met een nieuw Wellewaarddorpje, maar met een hele duidelijke, pragmatische visie. Ook gaan we een sterke vergrijzing tegemoet. En dat vraagt ingrijpen, maar wel met een verantwoordelijke visie. ONS wil dat onze inwoners in de dorpen kunnen blijven wonen, nu en in de toekomst. En daarom moet de leefbaarheid worden vergroot en mogen de voorzieningen absoluut niet afnemen. Hoe wil ONS dat gaan doen? Dat betekent, creëer meer werkgelegenheid. Dat kan door innovatie in de landbouw toe te passen. Maar zorg dan niet alleen dat je produceert, maar dat je ook productieverwerkende bedrijven naar de Noordoostpolder haalt. Zet in op levensbestendig wonen. Houd rekening bij de inbreiding van de dorpen dat je de authentieke woonkernen in stand houdt en woonhofjes creëert met veel groen. ONS wil natuurlijk goede bereikbare zorg. Goede bereikbare zorg betekent ook dat de MC-groep en het Antonius ziekenhuis misschien zouden kunnen worden samengevoegd tot één nieuwe kliniek voor moeder- en kindzorg. Het kan, maar een wil is er weg. Stem daarom op ONS Noordoostpolder. Wij staan voor u klaar met een prachtig en deskundig team en samen met u willen wij deze klus gaan klaren. Dus voeg twee podenklinieken samen tot één nieuwe kliniek. Vergroot de leefbaarheid in de dorpen door het creëren van meer voorzieningen en het toepassen van levensbestendig wonen. ONS is en blijft tegen de komst van de coffeeshop omdat het een negatieve aanzuigende werking heeft. ONS is voor het behoud van de cultureel erfgoed. Daarom willen wij heel graag een cultuur-historisch centrum in de Poldertoren, samen met een VVV. ONS wil de immigratie in de Noordoostpolder beperken. Met name omdat het de cohesie in de dorpen in gevaar brengt. ONS wil een actief economisch beleid dat voor de ontwikkelingen uitloopt, door een professioneel acquisitieprogramma op te stellen, samen met een stevig investeringsfonds. ONS wil samen met u investeren in de toekomst. De Noordoostpolder verdient beter. En daarom stem lijst 6.